In deze Tutorial Tuesday ga ik je laten zien hoe de Remix Tool werkt in Premiere Pro. Je kent dat vast wel. Je hebt een toffe video geëdit, je hebt een tof nummer gevonden, maar het een is langer dan het ander. Dus het past er eigenlijk niet goed in. Tuurlijk kun je gaan knippen en plakken in de muziek en een paar feetjes erin zetten om het mooi te laten aansluiten. Maar sinds enige tijd heeft Premiere daar een tooltje voor, namelijk de Remix Tool. We kunnen het er lang en kort over hebben, maar ik ga je gewoon laten zien hoe het werkt. Let's go. Oké. Ik heb hier een mooie tijdlijn erbij gepakt van onze laatste Kort en Krachtig over megapixels. Nou, wil je die even checken? Dat kan hier, maar doe dat na deze video. Dan weet je gelijk hoe we hem gemaakt hebben namelijk. Ik zit hier op het einde van de video en ik heb allerlei praatstukjes. Goed, wat ik eigenlijk wil doen is hier op het einde ook de muziek mooi laten eindigen. En ik heb al een tof nummer gevonden, die heb ik hier geselecteerd. Ik ga hem er gewoon eens even inslepen. Hop, die staat erin. Nou, en dan ga je gelijk het probleem zien. Het liedje duurt een stuk langer dan de video zelf. Wat ik al zei, daar hebben we sinds kort de Remix Tool voor. Nou, die vind je hier onder dit icoontje, de Ripple Edit Tool. Als je die ingedrukt houdt, dan kun je daaronder kiezen voor de Remix Tool. Werkt eigenlijk heel eenvoudig. Ik ga even een klein stukje uitzoomen, zodat je het einde van het liedje ziet en het einde van de video. Je gaat naar het einde van je video, je drukt het hierin, je sleept hem naar waar je het liedje wil laten eindigen. Je laat hem los. Clip analysis zie je, dus hier gaat de Premiere even rekenen hoe die dat nummer dan moet laten eindigen. En je ziet het, het geluid eindigt eigenlijk mooi op het einde van de video. En als je dan verder even naar het geluidsfragment gaat kijken, dan zie je deze gekke kringeltjes eigenlijk in je geluid. En dat zijn momenten waarop Premiere heeft bedacht van nou, hier kan ik mooi knippen. Daar is eigenlijk wat Premiere magie overheen gegaan. En als het goed is, klinkt de muziek dan ook gewoon goed. Hij loopt normaal door. Nou, gaan we natuurlijk even checken. Ik ga hem voor je afspelen. Je sensor, oftewel de pixeldichtheid. Grote pixels hebben... Klinkt perfect, toch? Alsof er niks mee aan de hand is. Natuurlijk ga ik als ik de video compleet ga maken nog het geluid een stukje zachter zetten. Zodat het mooi op goed niveau is met mijn stem. Dat je me goed kan verstaan. Maar om te checken wat nou dat remix effect heeft gedaan, ga ik mezelf even muten. Dan gaan we nog eventjes afspelen. Even kijken wat dat doet. Dan kunnen we het extra goed horen. Komt er nog één. Nou... Perfect, lijkt me. Even checken hoe de rest het heeft gedaan. Ja, en zo zie je, Premiere die mixt eigenlijk naadloos die nummers in elkaar. En ik moet zeggen, ik heb het een aantal keren al gebruikt en eigenlijk werkt het altijd goed. Je moet bijvoorbeeld wel even checken, stel dat je het liedje ietsje langer maakt, kijken wat hij dan doet. Over het algemeen komt hij er altijd wel uit, behalve als het echt heel kort is bijvoorbeeld. Ja, dan zul je toch misschien zelf aan de slag moeten om het goed te knippen. Maar je ziet het, de Remix Tool die werkt eigenlijk 9 van de 10 keer gewoon perfect. Het scheelt je een hoop tijd, het is gewoon mooi afgewerkt. Zoals je ziet, of ja, hoort eigenlijk, kan die Remix Tool je enorm veel tijd besparen in de edit. En het klinkt gewoon ook nog hartstikke goed. Dus ik zou zeggen, doe je voordeel met deze tool. Heb je nou een suggestie voor iets nieuws wat je wil leren in de Tutorial Tuesday? Laat dat dan even weten in de comments. Like, abonneer en we zien je de volgende keer.